Goed nieuws! En ik moest ook bloed prikken. Tadaa! Perfect! Nou, goedemorgen mensen. Het is 10:30 geweest en ik heb het theorie-examen en ik vind het spannend. Maar ik zei tegen Amber en Nikki gisteren, ik trakteer morgen op taart, want dan ben ik geslaagd voor mijn theorie. Dus daar hou ik ze aan. Doei! Doei. Zo, we gaan ervoor. Ja, doei! A few moments later. Goed, daar zijn we weer. Met goed nieuws, want ik ben geslaagd. Ik had 5 foutjes in totaal. En ik ben echt... Oh jongens, ik ben zo blij. Oh, ik ben eigenlijk nog nooit zenuwachtig geweest voor een toets of een examen of iets. Maar ik kneep hem wel een beetje. Nou, ik zal mijn ouders even appen en mijn rijinstructeur, want goed nieuws! Oké. En het is mooi weer, jongens. Nou, we zijn er weer. Goh, wat een avontuur. Oké, ik was op het station net bijna. Nou, nee, ik was er al. En ik had nog 3 minuten voor mijn trein ging. Dus ik dacht, oh yes, ik ben net op tijd. Dus ik pak mijn OV-kaart en zou inchecken. Ja, er staat niet genoeg saldo op. Helemaal vergeten, dus moet ik eerst naar zo'n ding. Nou, daar moest ik dus geld erop zetten. Nou, toen ging ik weer proberen, maar toen was ik vergeten om het goed af te ronden. Dus toen was het nog niet goed. En toen kon ik nog een keer. Maar het is gelukt en we zijn er weer. Oeh, zweetneus. Goedemorgen jongens. Wat leuk dat jullie er nog steeds zijn. Het is vandaag donderdag. En ik ben al bij de huisarts geweest vanochtend en ik moest ook bloed prikken. Tadaa! Want ik ben steeds zo ontzettend moe. En nou ja, we gaan kijken wat er uit het bloedonderzoek komt. Morgen krijg ik daar uitslag van. En de huisarts hoorde iets van een gek roffeltje in mijn hart. Dus ze zei, ga maar even langs de cardioloog. Dus dat moeten we binnenkort ook maar even doen, jongens. Goedemorgen, lieve mensen. Het is donderdag. Nee hoor, het is donderdag. Het is vrijdag 6 augustus. En ik moet even bellen naar de huisarts, want mijn bloedtest is, als het goed is, bloedprikding. Weet ik veel, we zien het wel. Goedemorgen met Fenna Engbers. Gisteren heb ik mijn bloed laten prikken en er zou als het goed is vandaag uitslag zijn. Helemaal goed. Oké, dank u wel. Dag. Nou, dan weten we nog niks. Ik moet straks weer terugbellen of ze belt mij terug. Maar ze moet eerst nog overleggen met de dokter. Oké. Jongens, ik zal even een updateje doen. Gisteren ben ik dus naar de huisarts geweest omdat ik steeds zo ontzettend moe ben. En dat is al heel lang zo. Maar het wordt eigenlijk steeds erger. En ja, dat is gewoon niet zo leuk. Daarom heb ik ook de afgelopen tijd niet zoveel video's gemaakt. Omdat ik daar gewoon geen energie voor had. Maar, nou moest ik gisteren naar de huisarts en moest ik bloed prikken. En die uitslag, ja, dat is nog niet. Dat moet ze nog overleggen. Dus dat hoor ik wel vandaag. En ja, wat was er nou nog meer? Oh ja, ze ging zo luisteren naar mijn hart. En toen hoorde ze zo'n ruis erover, zo'n roffeltje. Jemig, zie deze blauwe plek. Goor. Oké. Oh, daar gebeurt iemand. En, nou ja, ze denkt ook niet dat dat iets ernstigs is, maar voor de zekerheid toch maar even checken, hè. Dus dat gaan we doen. Ooit, binnenkort.
Maar vandaag is het weer een nieuwe dag. En we gaan... ik ga zo de stad in. Een hele goede morgen. Oh, jeetje, ik ben echt 5 minuten wakker. Maar dat maakt niet uit. Gisteren belde de huisarts weer terug. Ik heb minimale bloedarmoede. Dus een klein beetje. En een vitamine D tekort. Dus ik had gedacht dat het helemaal oké was. Maar dat is dus niet zo. Dus dan gaan we weer. Oké, ik moet nu dus 's ochtends elke keer een ijzertabletje slikken. Maar dat moet dus een half uur voor het ontbijt. En tijdens het ontbijt mag ik dus helemaal geen melk, koffie, thee. Thee vind ik het allerergst. Ik moet me dan gewoon opstarten met thee. En dat kan nu dus niet. Eeuw, die zien er goor uit. Het is 10:45 en ik ga eindelijk ontbijten. Ik was dus vanochtend, 2 uur geleden of zo, wilde ik ontbijten. En toen zat ik zo aan mijn yoghurtje met appel en kaneel. En toen zei mijn moeder, wat eet jij? Zeg ik, yoghurt. Je mag helemaal geen melkproducten. En dat was ik helemaal vergeten. Mag ook al geen thee, mag ook geen yoghurt. Maar nu is het 2 uur later, dus nu mag ik wel yoghurt. Omdat ik dus die pilletjes slik. Nou. Dag allemaal, we zitten in de auto. Want ik ga naar Amber en Nikki. En die slapen in het huis van hun oom en tante. Omdat die op vakantie zijn. En dan moeten ze op de huisdieren passen en zo. Dus ik mag daar ook komen. En dat is heel gezellig. Dus daar gaan we nu naartoe. Let's go! Hallo! Hallo! Ja, ze zien me niet. Ze zien me niet. Ja, nu wel. Wat heb ik? Pluishaar. Nou, we have arrived! Vandaag gaan we pizza maken. Pizza? Tosties hoor, grapje. Tosties. Kijk. Lekker. Ja? Ja, hebben we. Nee, dit is wel heel gek. Dit is heel gek. Oh. Ik moet eigenlijk even. Ja, kijk eens wat Shen. Wacht even hoor. Ja. Oh. Dat ziet er wel lekker uit. Oh, even uitzoomen. Moment. Perfect. Hopsa, hij is een beetje klein. Nou, we zijn even pannenkoeken aan het bakken. Dan film je net een mislukte pan. Deze zijn wel mooi, kijk maar. Oké. Tadaa. Nou, dat was het.
De belichting hier is mega slecht. Trek je daar maar even niks van aan. Ik ben weer thuis en ik ga lekker slapen. Het is 9:30 of zo. Maar morgen ga ik naar de cardioloog in plaats van volgende... Nee, 30 augustus zou ik eigenlijk. Maar ik ga dus morgen, want er is morgen ook een plekje vrij. En we gaan zien wat het wordt. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren en wat er uitkomt. Maar we gaan het zien. Nu ga ik lekker slapen, want ik ben moe. En ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen! Het is ondertussen al heel wat later. Het is al 5 dagen later, denk ik. Maar goed, maar ja. Ik heb trouwens dit. Deze koekjes zijn goed. Er zit ijs erin. Heb ik nodig. En ik heb ook wat gevonden wat ik elke ochtend kan drinken. Namelijk... Diksap. Vind je dat niet schattig? Ik ben dus al een hele tijd geleden bij de cardioloog geweest. En ik heb goed nieuws, want mijn hart is helemaal gezond. Volkomen normaal. Dus dat is heel mooi, heel fijn. Dat ik dus steeds zo moe ben. Dat ik dus steeds zo moe ben. Komt door die bloedarmoede. En verder, ja, dat roffeltje waarschijnlijk ook. Dus als dat gewoon allemaal weer gezond is, dan is er niks meer aan de hand. En dat is goed om te weten. Lette! Wat vind je van mijn nieuwe jas? Hij is stuk, kan staat, nog wel, kan maar... Niet. Huh? Kijk. Nog stuk. Daarom heb ik het aan. Ik ben gevallen met de fiets. Nou. Oh. Zonder stuur even aanhaken. Anders had ik hem nog wel aangehad. Wat stom. Nou, die kun je wel maken. Ja, een beetje naaien. Zal ik hem even naaien? Ja. Oké, we gaan. Wat vind je van mijn tato? Ja, ik vind hem niet mooi. Ik wel. Ik doe hem ook. In het echt. Zo. Doei mama. Nou, dan doe ik maar even wat anders aan. Een outfit. Doe maar zo. Doe maar hops. Doe maar hops. Doe maar hops. Doe maar hops. Nou, jongens. Smetten, wat gaan we doen? Naar de wat? Kofferbak. Ja, doei. Zwaaien. Oh, dat zit in mijn hoofd. Lelijkheid. Ja, best wel. Jij bent zo... Jongens, dit kan echt niet. Oh, wat erg. Mama, nee. Dit was dus zo... Ik moet nog even schoen aan. Nou, doei. Waar zijn mijn schoenen? Mette, waar zijn mijn schoenen? Welke schoenen? Weet ik veel, een schoen. Daar, die N. Ja, nu gaan we echt weg als ik mijn schoenen aan heb. Joe, joe. Het is echt lelijk, die zwarte sokken erin. Ja. Mappen. Zeg je even niet hoor. Ja, het is een sluitertje. Dit zien de mieren nu op de grond. Oké. Leuk hè? Jongens, weet je wat zo leuk is dan Friesland? Overal waar een dorpje is, op een stadje, zie je een kerktoren. Kijk, daar. Oh, daar. Oh, daar. Nou, daar hebben we de stad. Oh, het waait hard. En daar heb ik ook wel eens gestaan vorige keer. Maar we gaan nu even erheen, want we gaan even misschien even oude meuk kopen. Even zien, hoe gaan we heen? Hoe gaan we lopen? Mette, heb je wat gekocht? Ja. Wat? Een boek. Leuk. Het dagboek van Anne Frank. Ik heb ook een boek gekocht en... droogbloemen. Bij een mevrouwtje, die had het zelf gedaan. En nou ga ik hier zelf mee aan de knutsel. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Nou, gaan we weer. Yes. Ik moet keren, dus als jij dan vast naar voren gaat. Nou jongens, mocht je eens in Friesland zijn, kom hier naar zo'n kofferbak verkopen, want dat is echt hartstikke leuk, toch? Gezellig. Echt gezellig. Ja, wat gaan we doen? Haha. Mette gaat mij trakteren. Nou, moet niet, maar dat wil je toch? Precies. Eén bolletje. Want? Ik ben uitgeslaagd voor de tour. Yes. Nou, nu gaan we op de fiets. Doei. Proost.
Bedankt voor je tractatie. In ieder geval. Neem eens een hapje. Ik heb net een hapje. Oké, doei. Bedankt voor het ijsje met de... Alsjeblieft, was het lekker? Ja, met de werkt hier, hè, trouwens. Ja. Hier. Leuk? Heel leuk. Oké, doei. Let's go. Zo, hallo allemaal. Ik ben eventjes hier aan het zitten, want ik ben mijn tas aan het inpakken. Want ik ga nog een weekje, ongeveer een midweekje, weg. Samen met 3 hele leuke mensen. En dat zien jullie trouwens in de volgende video. Nu ga ik dit inpakken. We gaan kamperen en ik heb deze koffer mee. Eigenlijk kan dat natuurlijk niet als je gaat kamperen. Maar weet je, ik moet best wel wat spullen mee. En als je dan, ik heb in mijn koffer veel meer ruimte dan in alle tassen die ik heb. En dan kan je beter 1 goede koffer meenemen dan 3 verschillende tassen. Overal nergens. Dus vandaar deze koffer. Sorry. Sorry voor de kampeerders out there. Maar dat leek mij nu even de beste optie. Ik heb trouwens mijn kamer weer een beetje veranderd, jongens. Hebben jullie dat wel gezien? Hier staat mijn kledingrekje weer. Die stond altijd daar op de overloop, want daar had ik geen ruimte voor. En hier heb ik een plantenkastje. Echt heel leuk, maar ik laat het nog wel eens zien. Want mijn bureau is eruit, dus ik heb veel meer ruimte nu ineens. Maar goed, dat wordt vervolgd. Ik ga het nog even inpakken. En dan zie ik jullie... Oh nee, dit is het einde van de video. Ik heb trouwens net... Tadaa! Mijn tweede vaccinatie gehad. Hij zit mega hoog. De vorige zat iets van hier. Ik dacht, echt huh? Ik had hem zo en dacht, huh? Ik heb allemaal geen pleister. En toen, oh, daar zit hij. Bijzonder. Nou goed, ik ben volledig gevaccineerd. En daar ben ik heel blij mee. En het is natuurlijk iedereen zijn eigen keuze of je het doet of niet. Maar weet je, ik heb er vertrouwen in dat de wereld zo weer een beetje normaal wordt. Lieve mensen, dat was de video. Dankjewel voor het kijken. Morgen ga ik dus weg samen met Mette, Silke en Tirza. En daar heb ik heel veel zin in. Ik hoop dat het gezellig wordt en ik neem jullie mee. Maar dat zie je in de volgende video. Dit is het einde van vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Deze cirkel ding, nou ja, je verwacht het denk ik al, ga ik met deze droge bloemen beplakken, gewoon eromheen doen.